Normaal kom je altijd tegemoet en nou niet. Dan wil ik het een keer laten zien. Hé, hey, wat een luie poes. Mijn baas te kijken. Normaal dan komt ze me begroeten. Ben je bang voor de telefoon? Wat is dat? Kom eens hier. Kom maar. Kom met je brokjes. Dat weet je wel, hè? Gaan de oogjes half dicht? Kom maar. Kom even bij de telefoon kijken. Kom dan. Hé, hey, kleintje. Nou, ik lig hier prima. Ik hoef hier niet weg. Poes, kom dan. Kom dan, poes. Poes, 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 poes. Kom dan. Tine. Martine. Kom dan, poes. Kom dan. Kom dan, joh. Oh, 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 oh. Kom dan toch hierheen. Doe dan. Eigenwijs beest, hè? Moet je er nou zien kijken. Eigenwijs. Oh, oh, wat eigenwijs. Moet je een snoepje? Ja, dat willen we wel, hè? Snoepje? Gaan we een snoepje pakken. Kom maar. Gaan we een snoepje pakken. Als ik beloof, dan doe ik dat. Kom maar. Nou, weinig belangstelling, zeg. Wat is er aan de hand? Waarom ben je zo suffig? Tijd voor mijn middagdutje. Hè? Tijd voor mijn middagdutje is het, hè? Dat klopt toch, hè? Hé. Hey. Mooi snoepje. Beetje kattenkruid? Ja, kattenkruid? Weet je dat? Oeh, kattenkruid is wel lekker, hè? Ga wat kattenkruid pakken. Kattenkruid? Kom maar. Ga wat kattenkruid pakken. Catnip. Kom maar. Lekker hoor. Het is niet te geloven. Zonder telefoon, er staat ze te jubelen boven de trap als ik halverwege ben. Maar met telefoon? Het is toch net anders, hè? Het is net anders. Je komt niet, hè? Je komt niet hierheen, hè? Dat ga je niet doen, hè? Kom dan, man. Ze schuift telkens een 10 centimeter op. Kijk, er is. Kijk, kijk, kijk. Die opname wilde ik maken. Je is wel nieuwsgierig met die telefoon, hè? Oh, ik krijg nog kopjes ook. Oh, wow, wow, wow. En heel stevig. Nou, 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 nou. Wat een lievertje die poes, hè? Hé. Hey. De nagels scherpen, hè? Nou, ze vinden het toch een beetje griezelig, die telefoon. Hé, hey. Poes. Het gaat zo goed met haar, hè? Gisteren of eergisteren stond ze op een stapel grote dozen. Ik hoorde ineens een klap. Zat ze bovenop die stapel dozen. Nou, dat wiebelde een beetje. Dus ik zeg, spring er maar af. Nou ja, de hele stapel dozen kukelde om. De hele gang vol met dozen, hè. Ja, ik ben lekker actief, hè. Rottigheid. Echt niet te geloven, zo'n kattenkwaad. Ja, het is beter dan 2 maanden geleden. Toen lag je toch een beetje ziekjes en stilletjes in de hoek. En ze was heel, heel lang een beetje in mak. Maar dit is, ja, ze is erg veranderd. Super. Hè? Kleine ondeugd. Hé. Hey. Hé, hey, poes. Oh, bijten, hè, bijten, hè. Oh, 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 bijten, hè.
Zo kun je niet bijten, hè? Zo kun je niet bijten, hè? Nou, dat is weer bijzonder. Dit is een andere bui dan anders. Ze doet heel anders. Hè? Maar ze is wel speels. En slaperig. Tegelijkertijd. Hè? Tegelijkertijd, hè, die grote poes. Ja, ik vind je ook lief, hoor. Nee, ik vind jou ook lief. Kopjes, hè. Ja, een lieve poes is het. Een lieve poes. Het is wel een van de leukste die ik ooit gehad heb, hoor. En bijzonder. Heel anders dan de rest. Dat is 16, hè? 16 is al die poes. Ja. Maar dat zie je er niet aan af, hoor. Alle rottigheid van de laatste week. Niet bepaald. S'nachts wakker van de herrie, zat ze in de gang, zat ze te springen alsof ze een jonge geit is. Ja? Rolde het af. Boef. Hé, hey, blijf je wel van mijn yogamat af? Oh, oh, oh. Ja, ze zei het doen. Ik ben flink aan het opruimen. Het is wel eigenlijk altijd alles zo blijft zoals het is. Hé, Martine? Dat is toch beter, hè? Ah, dat is ook wel mooi zo'n beetje ruimte hebben, hè? Nou, je wil slapen, hè? Dat heb ik ook in de gaten. Zelfs geen belangstelling voor snoep of voor kattenkruid. De boef.